in de jazz wordt er heel veel geïmproviseerd. Gelukkig draaien die improvisaties rond vastgelegde schema's. En we hebben wel duidelijk van tevoren duidelijke afspraken gemaakt, omdat het voor mij anders echt zeer moeilijk was om op de juiste moment met het orkest binnen te komen. En eerlijkheidshalve moet ik ook wel bekennen dat ik aan de knipoog van de pianisten ook wel een stiekem signaal heb ontvangen. Schrijft voor een klassiek orkest en jazzcombo, dat je rekening moet houden met parameters zoals ritme en volume. Ik denk dat dat de twee belangrijkste parameters zijn. Wij hanteren heel vaak groove, het dansende van de jazz. Je moet daar enorm mee rekening houden in notatie voor de klassieke muzikant. Hij moet zich kunnen op een zo natuurlijk mogelijke manier in die wereld kunnen inleven. Hoe beziet het publiek een klassiek concert en hoe beziet het publiek een jazzconcert? Dat zijn twee verschillende publieken en op die manier moeten we proberen het klassieke uit zijn establishment te halen en de jazz juist te proberen van zich te verzoenen met dat iets wat percentage aan establishment. Mijn taak als dirigent blijft exact dezelfde. De groep samenhouden, zien dat er een mooie balans is, dingen uitstemmen. Dus op dat vlak is het wel op een gelijkaardige manier dat de dirigent aan het werk gaat.